Circo Bakker. Je staat vandaag net als Bas en Mike ook op het Young Talent Festival. Wat vind je ervan? Ik vind het heel leuk. Een leuk initiatief. Ik vind het heel belangrijk dat natuurlijk jonge koks gemotiveerd worden. En dat er kennis gedeeld wordt. En ik denk dat het heel interessant is voor iedereen. Ik heb 3 gerechtjes gemaakt. Eigenlijk allemaal met een boodschap of allemaal om iets mee te geven eigenlijk. Dus het eerste gerecht was een vissoep, klassieke bereiding. Omdat onze keuken altijd nog op klassieke basis is gebaseerd. Daarna heb ik een gerecht met 2 bereidingen van rund gedaan. Met hersenen en met hart. Dus eigenlijk ook producten die bijna niet gebruikt worden, maar wel heel lekker. Als laatste een dessert met avocado, koffie en citrus. Omdat mijn oma vroeger avocado en koffie at met rietsuiker. En die combinatie vind ik super mooi. Dus daarom wil ik dat ook met zoveel mogelijk mensen delen eigenlijk. De inhoud van jouw gerecht is beleving, roots en smaak. Kan je daar iets meer over vertellen? Ik vind dat, of tenminste bij PUC, de gerechten moeten straks zo uitgewerkt zijn dat we meer serveren als alleen lekker eten. Natuurlijk, lekker eten staat altijd voorop en bovenaan. Maar ik wil graag ook onze gasten smaken en producten die ze nog niet hebben gegeten, daar graag kennis mee willen laten maken. Qua beleving, het geeft extra impact. Dat is een stukje storytelling, wat in andere vakmanschappen al veel wordt gedaan. Ik vind dat wij dat ook kunnen doen en dan kunnen we een bepaalde beleving of een bepaalde emotie bij de gasten teweeg brengen. En jullie zijn enorm goed bezig met PUC. Wat kunnen we in de toekomst nog verwachten? Wat we willen doen is uiteindelijk gewoon naar een unieke beleving gaan. En dat gaat van gerechten tot servies, tot bediening, kleding, et cetera. Alles moet uniek zijn. Alleen wat je alleen maar bij PUC kan krijgen. Dus dat mensen naar PUC komen en iets geserveerd krijgen wat je ergens anders niet kan krijgen. En dat kost natuurlijk tijd, heel veel energie. Maar stapje bij beetje proberen we dat toch voor elkaar te krijgen. En nu zaten er allemaal jonge chefs in het publiek naar jou te kijken. Heb je nou echt een gouden tip voor hun? Iedereen moet gewoon heel leergierig zijn. Je tanden erin zetten en vooral je eigen visie volgen. Als jij een top rotisserie wil hebben, dan moet je je daarop specialiseren en er helemaal volle bak voor gaan. En als iemand dan vis lekker vindt, dan moeten ze maar ergens anders gaan eten. Maar jij focus je daarop. Ik vind dat iedereen gewoon zijn eigen visie en gevoel moet volgen. Dat heel belangrijk is, dat je niet 50 dingen heel goed of tenminste voldoende doet, maar gewoon 10 dingen gewoon super goed. En dan kom je denk ik verder.